Darbest Brüder und Schwestern, von der 20. Augustus, wird der Kerk der Gedächtnis von Heilige Bernardus, Abt und Kirchlehrer. Bernardus wurde in 1090 bei Dijon, Frankreich, geboren. In 1111 trat er in bei der Monika von Cittau. Nicht lang danach, tot Abt von het Kloster von Clairvaux, gekozen. Toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn orde broeders. Toen Schimmes de kerk verdeelde, trok hij heel Europa door om de vrede en de eenheid te herstellen. Zijn vele geschriften zijn vooral van theologische aard en hebben veelal betrekking op de opgang van de mens naar God. Hij stierf in 1153. Het is in gedachtenis een belangrijk ook heilig voor de kerk en voor de monniken. Wij zullen op het einde ook in gedachtenis van hem kunnen mediteren samen aan de hand van de lezingen. En vandaar de eerste lezing komt uit de profeet Ezechiël. Het woord van de Heer werd tot mij gericht. Mensenkind, tot de vorst van Tyrus moet gij het volgende zeggen. Zo spreekt God de Heer. Uw hart is hoogmoedig geworden. En hij hebt gezegd, ik ben een God. Ik zit op een gouden zetel, omgeven door de zee. En terwijl hij een mens zijt, geen God, stelt hij in uw hart u gelijk met een God. Zeker, hij zijt wijzer dan Daniel, en geen geheim is voor u verborgen. Met uw wijsheid en uw doorzicht hebt hij uw macht verworven, en hebt hij goud en zilver bijeengebracht in uw kluizen. Met uw overvloed aan wijsheid en met uw koopmansschap hebt hij uw macht vergroot. En toen is uw hart hoogmoedig geworden, vanwege uw macht. Daarom spreekt God de Heer aldus, omdat hij in uw hart u met een God gelijk hebt gesteld. Daarom laat ik vreemden op u los. De hardhandigste onder de wolken. Zij zullen hun zwaarden betrekken tegen de luister van uw wijsheid. En uw heerlijkheid zullen zij besmeuren. Zij stoten u de grafkuil in en hij zult sterven. De bittere dood van de verslagenen. Daar door de zee omgeven. Zult hij dan nog blijven zeggen dat hij een God zijt in het gezicht van hem die u doodt? En dat terwijl hij een mens zijt, geen God, overgeleverde aan hem die u neerslaat. De dood van de onbesnedenen zult hij sterven door de hand van vreemden, omdat ik het heb gezegd. Zo spreekt de Heer. Woord van de Heer, wij danken God. Dan, broeders en zusters, wij blijven zoals gisteren in deze context van Ezechiël. Van een oproep om tot verandering van hart te hebben. En vandaar zien wij twee punten.
nó ons kunnen verdiepen om in onszelf te kijken vanuit dat wolk toen bij de ballingschap, wat wij vandaag kunnen in onszelf veranderen en waarop ook wij als mens in iedere tijd daarop moeten letten. En wij zien dat twee woorden komen tweemaal hier in de tekst. Die zijn woorden heel bekend voor ons in de maatschappij, in de wereld, in de conflicten in de wereld. En deze twee woorden zijn hoogmoedig en macht. Twee keer zegt God dat uw hart is hoogmoedig geworden. Uw hart is hoogmoedig geworden. Tweemaal. En tweemaal zegt hij, hebt hij uw macht verworven vanwege van uw macht. En wij zien dat deze twee punten, deze twee slecht groeiproces in ons, omdat we kunnen zelf liefde hebben, maar er is een evenwicht nodig om niet buiten te komen naar de hoogmoedigheid. Dezelfde, wij willen iets hebben, we willen iets kunnen, iets, ja, in autoriteit hebben. Maar autoriteit en macht en onderdrukking is iets anders. En deze macht hier is een macht die zich boven van de andere stelt. En dat is geen goed macht. En dat is een oproep in deze lezing om ook dankbaar te zijn. Daarop te letten, op deze twee punten die ik net gezegd heb, maar ook om dankbaar te zijn. God zegt met wijsheid en doorzicht, met uw koopmanschap hebt hij uw macht vergroot. Die zijn kwaliteiten, wijsheid, doorzicht, koopmanschap en andere eigenschappen die wij kunnen. Het zijn kwaliteiten van God. Wij kunnen wel door inspanning, wij kunnen wel door onszelf toe te wijden aan iets beter en beter worden. Maar er is altijd een klein zaad die vanaf onze geboorte, vanaf het begin van ons leven gezaaid wordt door God, die gaat zeggen, die gaat goed zijn in dat en die andere gaat een goed persoon zijn daar voor dit of voor dat. De kwaliteiten, de goede kanten die wij hebben, zijn instrumenten van dankbaarheid voor ons. Als wij dat niet zo bekijken, dan vallen wij heel snel in deze twee punten die wij hebben gezien: hoogmoedigheid. En die macht willen hebben die de anderen kan onderdrukken. Of onszelf verblinden. Gisteren spraken wij over blindheid en dat is zo. Als ik denk dat ik alles kan vanuit mijn eigen kracht, mijn eigen kwaliteit, mijn eigen ik, ga ik falen, ik ben in God. Zoals in de lezing gezegd heb. Ga ik mezelf beschouwen zonder dat deze woorden gebruiken. Wij gebruiken deze woorden meestal niet, maar wij beschouwen ons in ons binnenste toch wel op deze manier. En soms onbewust, soms heel onbewust. En deze lezing met deze punten stelt voor ons deze vraag: wil ik in het centrum zijn of wil ik God in het centrum laten zijn? Dat is een keuze. Als ik in het centrum blijf, dan ga ik alles denken dat alles vanuit mijzelf zou kunnen zijn. Als ik God in het centrum plaats, ga ik zeggen, ik ga mijn best doen, maar God doet voor mij wat ik niet kan. En als ik kan, ben ik ook dankbaar aan God. En dat verandert heel veel. Dat heeft aan ons een nederig hart en autoriteit die de andere doet groeien. En dat is wat God echt verlangt. En op het einde van de lezing, je mag me zeggen, maar God spreekt een beetje straf.
Es er de dood van de onbesnedenen zult hij sterven. Onbesnedenen hier betekent in het cultuur, in de religie van de Joodse, degene die geen Jood is en die toch heidenen is. En dan had gezegd, hij gaat dood zijn zoals hij van mij niet toebehoeft. En we kunnen denken, ja, God, nu, het is zijn schuld, hij doet dat, hij breekt het af. Nee, wij breken het eerst. Als wij eerst breken, kan God het niet doen, omdat God gaat ons nooit dwingen. Dan dat is een keuze die ligt in onze handen. Deze beslissing, deze mogelijkheid op het einde is een consequentie van onze keuzes en van ons gedrag. En dat brengt ons terug naar het thema van gisteren, van de profeet Ezechiël, verantwoordelijk. Verantwoordelijkheid hebben voor wat ik ontvangen heb. En de antwoordpersoon gaat in dezelfde richting. Zo zou ik hem zeker hebben verstrooid, hun naam geschraapt hebben onder de volken, indien ik de spot van de vijand niet duchtte, dat die het verzekerd zou verstaan. Dan zouden zij snoeven: wij hebben gewonnen. Het was niet de Heer die dit alles deed. Het zijn immers mensen zonder verstand. Zij hebben er geen begrip voor. Hoe kan het dat één man er 1000 doet vluchten, dat twee er 10.000 verslaan, wanneer hun God hen niet overlevert, wanneer de Heer zijn volk niet verkoopt? De dagen hun ondergang komt al nader. Nabij is het treurige lot van dat hen wacht. De Heer staat borg voor het recht van zijn volk. Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars. Dan het is hier in volgende gedachtenissen en volgende uitleg van wat wij in de eerste lezing hebben gezien, vooral in deze vers, die zegt: het was niet de Heer die dit alles deed. Het zijn immers mensen zonder verstand. Ze hebben er geen begrip voor. Het is zoals in innerlijke gedachtenis, idee van de mens bij het winnen van een strijd. Ja, het is niet de Heer die dat deed. Wij dat hebben dat gedaan. Wel en niet. Wij waren in de situatie, maar de kracht en de genade in de situatie komt niet alleen van mij. Komt van God. Het is in sfeer, in bewustzijn, de vraag in andere dimensie dan de verstand. En die wij als mensen ook moeten laten groeien. Anders zijn wij niet voltooid in het gebruiken van onze vermogens. En hier eindigt deze persoon door te zeggen: de dag van onderhand komt al nader. Waarom komt dat nabij? Dat als wij God willen vergeten, God wil wegdoen van ons leven, van onze successen, van alles dat goed is, door te denken dat alleen van mij gekomen is, dan begin ik dalen. Dalen zonder te beseffen. Dat ik al misschien diep ben, zo diep ben dat ik misschien ook niet meer alleen de weg kan vinden. Maar het is nooit zonder hoop. We kunnen altijd de weg vinden als we hulp aanvaarden en hulp vragen. En dat is wat de Heer ook voor ons wil geven. Mensen die ons kunnen helpen. En dat gaat ook over in het Evangelie. Volgens Matteüs. In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u,
porém reika isat muilach, hat reik der hemela bina terran. No sterke vo in camel isat hemakalukke, do hat ova en naalt terran. Dan vo en reika in hat koninkreik hots te koma. Toen de lilien dit hoorden, stonden zij verbijsterde en vroegen: Wie kan er nu eindelijk gered worden? Jezus keek hen aan en zei: Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk. Waarop Petrus zei: Zie, wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. Wat zullen wij dus krijgen? Jezus sprak tot hem: Voorwaar, ik zeg u, bij de wedergeboorte, wanneer de mensenzoon zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, zult ook gij die mij gevolgd zijt, gezeten zijn op 12 tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. En ieder die zijn huis, broers en zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen en of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal het 100-voudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen. Wil eerste zullen laatste, en wil laatste zullen eerst zijn. Woord van de Heer. Wij danken God. En hier in deze lezing kunnen wij in de vervolging van wat we hebben al gemediteerd zien, dat twee punten belangrijk afsluiten. Eerst het koninkrijk van God. Om daaraan te komen, daarin te komen, het is nodig dat wij ons losmaken van onze rijkdommen, die niet alleen financieel of concreet hier gaat. Het gaat hier over rijkdommen zoals mijn eigenschappen, mijn kunnen, mijn beroep, wat ik kan, waarvoor ik goed ben. Dat kan ook onze rijkdom worden. Als dat ons kan doen stoffen en denken dat wij alleen kunnen, dat wij alleen de beter zijn. Alles die doet wij falen in de hoogmoedheid. En wij zien dat deze genade van het Koninkrijk Gods is voor iedereen. Omdat wij iedereen kunnen falen, ofwel in slechte manier van omgaan met macht en autoriteit, maar ook met hoogmoedheid. En God zegt: Heeft een eenvoudig hart. Een hart met die nederig en die arm, dat nederig is, dat arm is, en dat is genoeg, en dat is voldoende. En het tweede deel van dit evangelie roept ons weer op, zoals gisteren, voor de kwestie van roepingen. In roepingen het is geen realiteit voor 10% van de christenen van de wereld, of nee, wij iedereen worden geroepen. Wij iedereen zouden kunnen onze roeping zoeken en beantwoorden. Dat wij zijn alleen voltooid als wij onze eigen roeping beantwoorden. Nooit zullen wij helemaal gelukkig zijn zonder dat. En Jezus te volgen vraagt dat wij alles prijsgeven. Alles. Hier is een kwestie van alles. En alles dat bestaat niet dat ik alles ga gooien en zeg: Nu ga ik niets meer hebben en ik ga zo als een bedelaar wandelen op straat. Nee. Alles van innerlijk, alles van affectief, alles van mijn eigen, alles soms ook van andere omstandigheden en contexten, zoals wat ik gezegd heb. Over mijn rijkdommen concreet. Maar als God dat vraagt, het is niet omdat Hij wil dat wij
Hin belang dar vou heba of wel hin andart heba. Ne, he wil nir in mi heba. Omdat de roeping van God is een zo grote liefde in ons hart. Dat het vraagt plaats. En het prijs geven maakt plaats voor de liefde van God. Wij zien zoveel mensen die soms geen stap kunnen zetten omdat zij geen plaats maken in hun hart. Het is pijnlijk, het laat in droefheid het hart van de mensen, maar in onze hart als missionarissen, als begeleiders, deze onrustigheid, God, wat zouden wij kunnen doen? Niets anders dan vertellen van het volk proberen wakker te maken en zeggen dat is de moeite waard. Wij verliezen niets meer dan wat wij kunnen ontvangen van God, ofwel in deze wereld, ofwel in de komende wereld. De belofte van de Heer is waarachtig. En daarop kunnen wij zeker zijn. En om dat te bevestigen, wil ik even in gedachtenis inzien van Heilige Bernardus lezen om af te sluiten en ons aan te moedigen om vanuit alles wat wij hebben gelezen, een beetje gemediteerd samen, daarna ga je je eigen lezen ook proberen te doen door te bidden tot de Heilige Geest en in het compendium je eigen gebed te schrijven tot in dat die vandaag stellen om het woord concreet in jouw leven te maken. Maar alles dat wij hebben gemediteerd komt op het einde op één woord: liefde. Liefde voor God en de liefde die wij teruggeven aan God. En als wij dat hebben, dan vallen wij niet in de punten waarop wij moesten letten. Dan komen wij tot Gods koninkrijk, dan volgen wij Jezus met de volheid van zijn oproep voor ons. En Heilige Bernardus zegt: de liefde is iets groot. God weet dat al wie hem beminnen, juist in die liefde hun geluk vinden. God weet dat al wie hem beminnen, juist in die liefde hun geluk vinden. Dat ons geluk kunnen wij alleen vinden in God. Zijn wij meer en meer zeker daarvoor, dan worden wij ook meer ijverig voor Gods koninkrijk, voor Gods kerk. En dat is wat het gebed van deze gedachtenis ook vraagt op de voorspraak van Heilige Bernardus. Dat wij meer ijverig kunnen worden voor het huis van de Heer, in licht en vuur kunnen worden voor de kerk, voor onze mede-christenen, voor onze broeders en zusters. En zodat door deze geest wij de liefde kunnen verspreiden en de liefde kunnen betekenen voor velen. Vragen wij deze genade door de voorspraak ook van de Maagd Maria, die ons begeleidt en die ons beschermt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Mogen God u zegenen en in zijn geest te bewaren op deze dag. God zegen u.